zo het de week van iets was, was het de week van de affaire Spoorloos. Was groot nieuws, Kees van der Spek, de grote, gevaarlijke Kees van der Spek, ontdekte dat er allemaal mismatches waren. Er waren mensen, adoptiekinderen aan ouders gekoppeld die helemaal niet hun biologische ouders bleken te zijn. Hij zat er bovenop. Dirk Bolt heeft zich verdedigd. Het is een zaak waar eigenlijk alleen maar verliezers in waren. Behalve één man die opstond. Galit van Sophie. Galit. Sophie was ziek de hele week, Marcel. Ja, ik was die week op het Mediapark. Het gonsde al rond. Sophie is ziek. En dan zie je zo die redacteuren van dat Galit en Sophie helemaal in zak en as rondschokken. Maar die Galit die heeft dat ongelooflijk goed opgepakt. Die heeft natuurlijk. Sophie is natuurlijk een soort zwam die over het programma hangt. Die Galit is in zichzelf gaan geloven. En op woensdag, ja. Ik weet niet wat er in hem is gevaren, maar tegenover hem zat Dirk Bolt. Alsof het een leeuw was die een stuk rauw vlees kreeg volgehouden. Hij klauderde heen. Hij liet werkelijk helemaal niks heel van Dirk Bolt. Ja, en ik vond hij was ontketend. Ja. Hij heeft daarna die vorm vastgehouden. Hij is door blijven gaan. Ik vind het echt. Ja, ik had dit nooit achter hem gezocht. Ja, we hebben ook even alle vragen van Galit die Dirk Bolt heeft gesteld achter elkaar gezet. Zodat je kan zien hoe erg hij ontketend was. Ik had niet gedacht dat je hier zou zitten vanavond. Toch is je hier. Zeg je dan, hij is gewoon een betrouwbare medewerker voor ons. Maar zeg je eigenlijk, die hele uitzending van Kees van der Spek, die trek ik in twijfel nu. Edwin is natuurlijk... Oh, ja, achteraf kan je er niet zoveel aan doen. Nee, je kan ook denken van... Wacht even. Laten we even verder gaan. Je denkt allemaal in... Ja, toen ik me vroeg naar mijn halfbroer, toen zeiden ze van... Ja, we hebben je toch al geholpen? Je hebt je halfbroer toch al gevonden? Succes ermee. Dan is het niet een incident, dan is het een optelsom... wat leidt tot de conclusie dat deze man kennelijk niet te vertrouwen is. Ja, dat is dan... Ja, het is goed. Je mag dat zo vinden. Vind dat maar zo. Het is goed. Laat maar zo. Het is goed. Rob, ik weet niet of je wel eens naar Galit en Sophie... Ik heb dit gezien. Dit heb je gezien. Wat vond je hiervan? Ik vond het hemeltergend. Echt waar? Ik vond het een inquisitie. En dan laat je alleen hem zien. Heb je Wauke van Scherburg gezien? Ja, maar goed, Dirk Bolt had ook wel wat te verdedigen, hè, daar. Nou ja, het is wel tegenwoordig mode om iemand te veroordelen... voordat er überhaupt nog maar een flinter bewijs is. En dat is wat hij probeerde uit te leggen. En vervolgens ramt iedereen eroverheen. Ik zat iedere keer te kijken en ik denk... Ga nou gewoon eerst eens een keer onderzoek doen. En dan horen we het wel. Ik bedoel, als die aantekeningen zijn niet best, hè... Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ja. Als het zal ongetwijfeld zal er een kern van waarheid in zitten. Maar het was gewoon een inquisitiegesprek.